enkel van alle oude voetbalschoenen, wordt er toch een mooie bijdrage geleverd voor de jeugd. Alle opbrengsten zijn er namelijk voor bedoeld. Carina, namens het bestuur, hartstikke bedankt. En graag een applaus voor Carina en de crew. En helaas, zoals elk jaar, zijn er ook toch wel weer leiders en trainers die om welke reden dan ook stoppen. Uiteraard respecteren we wel jullie keuze. Bob de Molder, 6 jaar actief. Goed, de volgende die ik graag naar voren wil hebben, dat is Wout Toepers. Wout is 10 jaar actief geweest voor RKC. En daar nogmaals een hartelijk applaus voor, jongens. Jouke Knippenborg. Mensen, Jouke Knippenborg, is hij daar bezig? Jouke, 4 jaar actief geweest als leider. Niels Berendsen. Niels is ook 4 jaar actief geweest aan ingeschoten. Hartstikke bedankt. Mag ik een applaus voor Bart de Graaf? Bart is ook 4 jaar actief geweest bij RKC achter elkaar. De volgende persoon, Jelle Krabbenbar. Je hebt het wel gezien. Jelle, 5 jaar actief. En de laatste die ik wil noemen is Han Brouwers. Ook 4 jaar aan ingesloten actief voor RKC. Dit jaar hebben we nog wel de spelers van het jaar gekozen. Speler van het jaar wil niet per se zeggen dat het de beste van het team is. Maar wel is het een voorbeeld voor de groep. Bijvoorbeeld door de inzet of door de progressie die geleverd wordt. Ik wil nu van alle teams graag spelers van het team naar voren roepen. En ik wil beginnen bij de jeugd onder de 19, nummer 1. Dat is namelijk geworden Niek Spekschoor. Ik wil bij de jeugd onder de 17, nummer 1. Daar wil ik graag naar voren hebben Twan Gebbing. Jeugd onder de 17, 2. Jarno Stovering. Jeugd onder de 15-1, Jelmer Arbus. Onder de 15-2, Ram Stegers. Jeugd onder de 13-1, Stijn Immink. Jeugd onder de 13-3, Iris Janssen. Ook bij het team jeugd onder de 11-1, Sepp Spieker. Jeugd onder de 11, nummer 3, Jordi Te Bocht. Wat zei je nu? Wat zei je? Jeugd onder de 11-4, Jaap Domhoff. Volgende team is het jeugd onder de 9-1, Storm Brinkerhoff. Volgende team, jeugd onder de 9-2, Lynn Achten. Jeugd onder de 9-3, Tijmen Dibbets. Na lang beraad en meerdere avonden overleg is er geconcludeerd dat dit jaar als team van het jaar is gekozen de jeugd onder de 11, nummer 4. Applaus! Buiten alle kampioensteams is er natuurlijk maar één team dat het echt verdient om genomineerd te worden voor de verkiezing van team van het jaar. En dat is onze E4, of niet jongens? De eerstejaars eentjes, de werkelijke kweekvijver van de vereniging. Mij is weer gevraagd om de speler van het jaar bekend te maken. En eigenlijk moet ik praten over players of the year. Ik denk dat de hele spelersgroep van de eerste selectie daarvoor in aanmerking komt. Gezien de resultaten. Maar goed, uiteindelijk moet er toch de prijs toegekend worden naar één persoon. En op zichzelf is het daarin ook niet moeilijk om dan toch de keuze te maken. Een speler die het al vaker is geworden. Die toch wel heel veel de visie van één uitdraagt. In de manier van spelen. Het is een leider.
in allerlei opzichten. Hij is ook niet voor niks aan de aanvoerder van ons. En voor de tweede keer in de korte tijd dat ik hier ben, mag ik Michiel naar voren vragen om als player of the year, speler van het jaar te vertegenwoordigen. Topscorer van het jaar is niet zo heel moeilijk, denk ik, want iedereen kan het zien op de mobiel. Jos Starkos, 13 doelpunten. Dan komt nu de bekendmaking van de supporter van het jaar en dan geef ik het woord graag aan Jos. Nou, hier komt dan toch nog de suite. Nee, de bekendmaking van de supporter van het jaar. We zijn natuurlijk altijd dankbaar voor iedereen die aanwezig is, altijd komt kijken. Grote getalen bij Zuurt, zowel uit- en thuiswedstrijden. Er zijn er vele die er ook eigenlijk altijd wel zijn, dus we hebben een keuze. De keuze is een reuze. Toch zijn we gekomen op één persoon, die is er altijd, niet alleen bij de wedstrijden, ook vaak bij trainingen. Hij helpt ons zelfs, het is een hij. Hij haalt vaak de ballen op als ze hem overschieten op de tennisbaan van Jens Schutte bijvoorbeeld. Vorig jaar was Tone Lammers de sport van het jaar, die is er ook vaak. Ze zijn vaak met z'n tweeën en groot applaus voor Willy Klein Hokemoor. Hey! Feliciteren nogmaals met het kampioenschap. Gerard, prachtige prestatie in je eerste jaar. En Gerry ook. En ik wil graag jullie mee assisteren met de uitreiking van deze medailles. Ik zal de eerste. Tom Hultzoff, Wang Toebes, Meester Melkboer. Een applaus voor deze kampioenen. Nummer 1 van dit jaar, speler van RKZVC 7, ook 33 keer gescoord in het elftal. Maar daarnaast heeft hij nog een beetje bijgesnabbeld bij het vijfde en zesde en daar ook nog 6 goals gemaakt. Dus totaal 39 doelpunten. Mag ik naar voren, Miron Groot-Severs. Is er niet? En dan worden hier gestuurd. Nou, wij zorgen dat Miron een kratje bier kreeg. Ik ben bang dat het niet gaat lukken, hè. Ja. Moet even de foto maken, hoor. Ja.